Ja, ik word vandaag gevolgd door het Brabants Dagblad. En die willen graag weten hoe ik nou tegen de Buma NL aankijk. En hoe ik aankijk tegen bijvoorbeeld grote artiesten als Marco Borsato en Frans Bauer. Omdat dat toch wel hele grote artiesten zijn waar je dan als jong talent dan tegenaan moet kijken als je daarmee bezig bent. Zeer recent is jouw laatste of je nieuwe single verschenen. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, hartstikke goed. Hij overal in de hitlijsten. Hij komt op iTunes heel hoog binnen. Ook nog bij de TV Oranje top 30 staat hij heel hoog. Dus ja, dat is natuurlijk waar je als artiest eigenlijk alleen maar voor kan dromen als je een single uitbrengt. Want je weet natuurlijk nooit wat de fans ervan gaan vinden. Ja, en wat zijn de reacties van die fans? Ja, bij elk liedje die eruit komt zijn ze heel enthousiast. Ik heb natuurlijk een grote stap gemaakt van het volkse naar de stijl die ik nu maak. En daar, fans die zijn daar nu al wel weer aan gewend. Dus ze weten nu wel wat ze kunnen verwachten van mij. En hoe zou je die stijl willen omschrijven? Nou, toch wel een klein beetje volks dat wel. Dat wil ik wel inhouden. Gemixt met een beetje pop en R&B. Ja, de jongen van het volk of de jongen van de jeugd? Hoe bedoel je? Nou, je bent natuurlijk nog jong. Zit je wat meer bij de jongeren? Of ben je voor dit hele volk? Ik ben voor het hele volk. Nou, we gaan met een single uitkomen. Dit jaar nog. En we zijn wat ideetjes aan het bedenken voor een album die misschien volgend jaar gaat komen. En daar kijk ik heel erg naar uit. Het laatste album dat ik uit heb gebracht was natuurlijk met Jan Keizer. Dat is al een tijdje geleden, een jaar of drie. Dus ik vond het zelf wel tijd om weer een nieuw mooi album uit te brengen. Speciaal voor de fans.